Als je dat blad tegen het licht houdt, dan zie je een soort tekening. Is dat een ontplofte ballon? Dus wij moeten een ballon doen ontploffen. Ja, met een stuk fruit. Hoe gaan we dat doen? Door al die stukken fruit op die ballon te gooien? Het sap. Noah, dit is zo'n proef met van die chemische reacties. In het sap van fruit zitten zuren, toch? En zuren kunnen dingen kapot maken, dus... Als we het sap van de juiste fruitsoort gebruiken en die op die ballon smeren, dan ontploft die ballon. Eens kijken. Ballon ontploffen fruitsap. En? Niks. Ja, alleen een paar weirdo's die een ballon in hun gezicht krijgen, maar niks over fruitsap. Ik denk dat we het zelf moeten proberen. En hoe gaan wij aan al die stukken fruit komen en aan die ballonnen? Laat mij maar doen. Ik bedenk al iets. Tot straks. Ja, bye. Zeg, wat is dat hier voor een bootcamp? Kom ik Louise op een brommer tegen? Zij, op een brommer. Lang verhaal. Maar wat doe jij hier? Toch niet weer Troubles in Paradise? Ah, nee, makker. Pa heeft me Ed gestuurd deze keer. Huh? Waarom reageer je niet op zijn brieven? Brieven? Ja, brieven. In je postvakje. Heb ik een postvakje? Handgeschreven papieren brieven. Beseft pa dat wij ondertussen in de 21ste eeuw leven? Ja. Pa wilt gewoon dat je scherp staat. Zeg, weet je nog dat jij je ingeschreven had voor je Boxstars Knockout League? Tuurlijk. Ja. De eerste kamp om je te plaatsen is volgende week al. Echt? Ja, snap je pa nu? Die stembanden van jou, hè, hebben al genoeg training gehad. Tijd voor die spierballen. Je weet hoe belangrijk die competitie is. Er zijn maar 16 plaatsen. En jij gaat er een pakken. Ja, wacht. Anne belt, denk ik. Ja. Hallo? Ja? Nee, ik kom. Ah, oké, wacht, momentje. Noah, 1 uur training per dag, oké? Okay? Orders van pa. Maak er werk van, hè. Ja. Oké. Okay. Groeten aan Hanne. Ja. Goed. Kom, hè. Oh. Hey, hallo. Noah, ik weet hoe ik aan fruit en ballonnen moet geraken. Sterker nog, we moeten er zelf geen poot voor uitsteken. Zeg, toen ik je vroeg of ik ooit iets kon terugdoen om te bedanken voor die brommer, had ik toch wel iets anders in gedachten. Misschien u trakteren op uw lievelingshamburger of een meet en greet regelen met een keigoeie bokser. Maar nee, meneer kiest voor fruit en ballonnen. Die andere dingen klonken wel nice. Damn. Waarom heb je dat eigenlijk nodig? Orders van onze pa. Elke dag sporten en gezond eten. En dat is niet eens gelogen. En die ballonnen? Ademhalingsoefeningen. Ja, hoe groter je die ballon kan opblazen, hoe sterker de longen worden. En dat is superbelangrijk in de boksroutine, want als je keiveren moet... Ballonnen in sport, dat is een ding. Mm-hmm. Oké. Veel plezier met de ballonnen. Wow, Louise. Ja? Dat is fruit. De deal was... fruitsla. De banaan, snelle koolhydraten, snelle energie. Goed voor de bokser. Niks voor Sanders. Sinaasappel zit er ook in. Vitamine C, cruciaal voor de bokser. Ja. En waar is dit goed voor? De citroen. Ja. En wat die kan... Grappig. Ja. Onze pa. Goed aan het trainen. Ja. Goed. Bezig. Voilà. En... Klaar. Ik ga dit meenemen voordat de vuilnismannen weg zijn. Anders rotten die schillen hier toch maar weg. Ja. Allee, tot straks. Oei. Straks. Mevrouw Venke. Ja? Bedankt. Graag gedaan. Nu staan we eindelijk kit. Oké, Noah boy. Nu staan ons. Druif. Nope. Wat voor proef is dit eigenlijk? 10 minuten ballonnen opblazen, een hele fruitkom uitknijpen en God, het geen match. Noah?
Er is nog één soort fruit dat we niet geprobeerd hebben. Kom. De appel. D2. Die gaat knallen, man. Klaar? Mhm. 3. 2. 1.